أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We gaan het vandaag hebben, zoals jullie natuurlijk allemaal weten, over een hele bijzondere persoonlijkheid. Een van de belangrijkste en meest invloedrijke persoonlijkheden uit de 20e eeuw. Althans, dat is mijn prepositie. We gaan het hebben over een anti-koloniale strijder. Een faqih, een imam, een mujahid, een emir in de jihad. Een diplomaat, een politicus, een staatsman. En zo zou ik nog even door kunnen gaan met het benoemen van functies en beroepen uh, en eigenschappen die hij heeft bekleed. Binnen één maand en twintig dagen... Was hij in staat om het goed bewapende Spaanse leger te verslaan. en de RIF te maken tot een begraafplaats van vele duizenden Spaanse soldaten? Het was een mujahid die het moest opnemen. tegen een alliantie van Spaanse en Franse soldaten. die hulp kregen van de Engelsen, de Duitsers, de Amerikanen. en de Marokkaanse pseudo-regering met daarachter nog de politieke steun van de Volkerenbond en de rest van de koloniale machten in die tijd. Totdat hij op een gegeven moment tegenover een troepenmacht stond van tussen de 500.000 en de 1 miljoen soldaten. En desondanks bleven hij en zijn mannen strijdvaardig. Mannen waarover de legendarische Franse generaal Bittin heeft gezegd, zij zijn de sterkste vijand die wij in de kolonie zijn tegengekomen. We hebben het hier natuurlijk over niemand minder dan Mohammed ibn Krim al-Khattabi van de eith stam Ik zeg het op zijn berbers. In het Arabisch zouden ze zeggen Beni Wajirik. Dat vind ik wat uh, moeilijker klinken, dus ik zeg eith In de Rif in Noord-Marokko. <coughs> en hoewel ik zelf ook een rifijn ben van de Beni Toezien-stam, um, en hoewel ik in familieverband zelfs enigszins betrokken ben bij zijn verhaal, daar zal ik dadelijk meer over vertellen, inshallah, wil ik toch. Benadrukken dat mijn keuze om over hem te praten en mijn bewondering voor hem gebaseerd is op de gemeenschappelijke band van de islam die wij met elkaar hebben en niet op de etnische band die wij met elkaar hebben. Hoewel het natuurlijk altijd zo is dat een volk trots mag zijn. Als er uit haar midden iemand is gekomen die de islam een goede dienst heeft bewezen. en die heeft gestreden onder het vaandel van islam. El-Aus en el waren ook altijd blij. als iemand uit hun stam iets voor de profet had gedaan. Dus die trots hebben wij ook. maar de band van islam is hetgene dat ons uh, verbindt. En overigens, wij spraken eerder al over andere helden. Turken, Koerden, Mameliek, Arabieren en dergelijke. Dus de band die ons verbindt is de islam. Zijn naam is Mohammed Ibn al Krim. Hij, hij staat bekend als al Krim eigenlijk, terwijl dat de naam van zijn uh, uh, vader was. En hij werd geboren in 1883 in Ajdir. Dat is een, uh, een, een dorpje nabij uh, Al-Husseima. In, zoals ik net al zei, de eetwaairiere stam. En dat is een stam die bekend staat om zijn historische verdediging van het land, voornamelijk uh, uh, de Rifgebergte tegen buitenlandse Indringers. <coughs> en de opkomst of. Om de opkomst van Abdul goed te begrijpen en om zijn werk en zijn strijd goed te begrijpen, moeten we kijken naar het Marokko van, de, van, van uh, laten we zeggen, eind 19e, begin 20e eeuw. Wie naar Marokko kijkt op dit punt in de geschiedenis, die ziet daarin de uitkomst van de voorspelling van de profeet Sallallahu wa Wasallam, zoals gedaan in de hadith van Thauban... waarin hij zegt, an a a spoedig. Zullen de naties zich rondom jullie verzamelen? Spoedig zullen de naties elkaar uitnodigen. Zoals eters elkaar uitnodigen rondom een bord met eet. Frankrijk, Spanje, Duitsland, Engeland en andere landen ook nog. Iedereen had zijn ogen gericht op Marokko. Iedereen wilde het land bezetten. De rijkdommen plunderen. En dat is natuurlijk te wijten aan de zwakte van Marokko. Op dat moment, de machthebbers waren niet meer in staat om dat land fatsoenlijk te besturen. Laat staan nog dat ze in staat waren om dat land te beschermen en te verdedigen. Het was onstabiel, er braken overal opstanden uit en er was sprake van wanbeleid en slecht bestuur. En de sultans, toen de tijd, waren druk met hun luxueuze levens binnen de paleizen. Het staatsapparaat, oftewel de magzen uh, was druk met het innen van belastingen van de arme bevolking. om dat luxueuze leven van de sultans in, uh, 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 ja, in stand te kunnen houden. En de soevereiniteit van Marokko was ondertussen aan het wankelen. In 1906 verzamelden uh, de Europese koloniale machten zich in Algeciras. om het lot van deze wankelende Marokkaanse staat te gaan bepalen. En de Eerste Wereldoorlog, die pas over acht jaar zou plaatsvinden, die werd hier eigenlijk al een beetje uitgevochten door Frankrijk en Duitsland die elkaar uh, 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 Marokko eigenlijk niet uh, gunden. Iedereen wilde een deel van die koek. En uiteindelijk werd in het verdrag van Al bepaald dat Spanje de noordelijke rif zou krijgen en de zuidelijke Sahara. En dat Frankrijk het middendeel het binnenland van Marokko uh, zou mogen krijgen. En hoewel Frankrijk? Ja, die tientallen bloedbaden had aangericht. Uh, 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 vanwege de opstanden. die toen plaatsvonden. van mensen die het oneens waren met deze verdeling. Hoewel dat het geval is, hebben zij ook in zekere zin. en dit moet ik voorzichtig zeggen, want anders uh, raak ik gevoelige snaren. hebben ze ook in zekere zin een civiele uh, missie gehad. Ze bouwden bruggen, uh, wegen, haven. de haven van Casablanca hebben ze aangelegd en dergelijke. En Spanje doet dat niet, die brengt militairen naar de rif en die begint gelijk met het plunderen van de rijkdommen. Bijvoorbeeld de lood en de tinmijnen in de omgeving van een nador en dergelijke. En in deze roerige tijden dus, dit is de achtergrond tegen welke je dat moet zien. In deze roerige tijden groeit Mohammed bin Abd al-Karim al rahimahullah op. En hij is het product van zijn vader, van Abd al senior, noemen we het even voor het gemak. En Abdelkrim Senior was een invloedrijke persoon. Hij was een rechter in zijn stam in Beni Wahriri. Of Eeth zou ik gewoon zeggen. Hij was uh, een, een, een vooraanstaand lid van die, uh, van die stam. En hij, dat is eigenlijk wat je mee moet geven. Hij voorzag al heel vroeg dat uh, Marokko problemen had. En dat die problemen op den duur ook uh, groter zouden gaan worden. Dus wat doe je dan als verstandige vader? Je investeert in je zoons zodat zij. En ja, niet de problemen waar Marokko straks mee te kampen gaat krijgen, zodat ze daar een positieve rol in kunnen gaan, uh, 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 gaan vervullen. In het verdedigen en de opbouw van Marokko. Nou, Abd junior, hij werd als eerst opgeleid door zijn vader. Uh, en uh, aan de traditionele kutab, zoals we die kennen uit eigenlijk bijna alle islamitische landen. Hij leerde de Koran, de basiskennis uh, van islam leerde hij hier. Daarna ging hij voor zijn middelbare school naar Titoan. En daarna werd hij door zijn vader gestuurd naar FES, naar al qarawiyin om daar ver uh, uh, te studeren. En dat deed hij en hij studeerde daar af. En daarom was zijn bijnaam eigenlijk ook de Fakir. De andere zoon, dat geeft ons ook aan hoe de vader dacht en hoe hij uh, aan het uh, anticiperen was op de toekomst. De andere zoon, Simhamed, die werd gestuurd naar Madrid. ...om daar mijn bouwkunde te gaan uh, studeren. Taib, Abde Abdelkarim senior, hij is dus die situatie daar aan het bekijken. Hij voelt dat er iets gaat aankomen. Dus wat doet hij? Hij wil van binnenuit weten wat die Spanjaarden allemaal in hun schild aan het voeren zijn. Dus wat doet hij? Hij stuurt krim junior naar Melilla, naar de Spaanse enclave Melilla. En daar werkt krim in eerste instantie als leraar Arabisch... Uh, daarna werd hij aangesteld als rechter over de uh, Marokkaanse bevolking die daar woonachtig was en hij werkte daar als journalist bij deze krant, de Telegrama del Rif, als ik dat zo correct uh, uitspreek en hij had daar zelfs een eigen column in die krant en hij was betrokken ook bij de eindredactie van die krant dus dat geeft je aan dat het eigenlijk een soort ja, duizendpoot is die van alle markten thuis is en in deze rol als Spaanse onderdaan hij had de Spaanse uh, nationaliteit niet, maar goed, hij woonde daar met de Spanjaarden. Ik noem het voor het gemak even Spaanse onderdaan. Die hij daar uh, gedurende twaalf jaar lang vervulde. In die rol heeft hij iets heel belangrijks gedaan: namelijk, hij leerde de Spaanse manier van denken. Hij leerde de Westerse manier van denken, de Westerse manier van leven, de Westerse manier van politiek bedrijven. Hij leerde het koloniale denken te doorgronden. En hij ontdekte de plannen die de Spanjaarden hadden met de RIF. En hij volgde de debatten die daarover werden gevoerd. en hij mengde zich ook in die debatten. mede ook door de column die hij in die krant had. En op een zekere dag. <coughs> liet hij zich negatief uit over uh, de Spaanse aspiraties in de RIF. in een van die uh, columns van hem. en hij liet zich uit over het verlangen wat hij had. om de RIF te zuiveren van de Spaanse aanwezigheid. Nou, dat werd die Spanjaarden te veel. Hij werd opgepakt, hij werd opgesloten voor ongeveer een jaar. Maar ja, Abdelkirim getal weer. Daar begon zijn strijd, lustigheid al. Hij deed een ontsnappingspoging. Dus hij gooide een, een laken uit het raam en probeerde te ontsnappen. Maar het laken was helaas te kort. Dus hij viel uh, de rest van, van, de, van de afstand naar beneden. En brak zijn been. Is overigens ook nog de rest van zijn leven mank blijven lopen daardoor. En Mohim, dit geeft al aan met wat voor Abdelkrim wij uh, te maken hebben. Maar dit is wat Abdelkrim onderscheidt. Want waarom vertel ik dit? Natuurlijk is dit ja, biografische kennis. Maar ik vertel dit ook omdat dit juist ook is wat uit de Kremlin-Gatabi onderscheidt van andere vrijheidsstrijders in zijn tijd. Hij was niet alleen traditioneel opgeleid, maar hij was ook seculier onderlegd. Hij had zijn vijand niet alleen op het slagveld ontmoet, zoals dat het geval was bij anderen, die hun vijanden niet kenden, behalve wanneer zij met elkaar in de klins lagen op het slagveld. Abdelkarim al-Ghattabi had onder zijn vijanden geleefd. Dus hij weet hoe ze denken. Hij weet hoe zij aan het plannen en aan het plotten zijn voor, de, voor het confisceren van de rijkdommen van de Rif. En deze kennis gebruikte hij natuurlijk later in zijn strijd tegen de Spanjaarden. Dus het is een van de zaken waarmee hij zich onderscheidt van andere uh, uh, vrijheidsstrijders in die tijd. In 1919 roept Abdelkarim senior zijn twee zoons uit Madrid naar uh, uh, Melilla. daar zaten zij dus. Hij roept ze terug naar SD. Uh, het is nu duidelijk voor Krim Senior dat Spanje geen enkel positief resultaat zal behalen in de Rif. Kijk, aanvankelijk was het zo dat Abdulkrim Senior uh, zocht naar mogelijkheden om te kijken of die Spanjaarden nog van nut zouden kunnen zijn voor de Rif. De Rif was een achtergesteld Gebied, misschien dat wij gebruik van hen kunnen maken om erin vooruit te brengen op het gebied van onderwijs en dergelijke. Maar na een tijdje werd het duidelijk dat dat absoluut niet de aspiraties waren van de Spanjaarden. Dus er zat niks op voor de Eeth zo zeggen ze dat, de familie van Ghatab. Er zat niks op dan te beginnen met de voorbereidingen op verzet tegen de Spanjaarden. <tus> Gewapend verzet, wel te verstaan. Mocht je denken dat het hier zou gaan om demonstraties of, uh, of wat dan ook. Gewapend verzet. Een gewapend verzet dat eerder al door een andere gigant werd gevoerd. Namelijk, shereef Mohammed Amzian. En hij deed dat in de omgeving van de Nador. En deze man, die ook volledig is verwaarloosd in de geschiedenis. Hij trok er al in 1909 op uit. Met 5000 strijders. Uh, om de Spaanse bezetters die toen al actief waren, ook in die omgeving van Melilla. Hij trok er met 5000 strijders op uit om hen een veeg uit de pand te geven. Met niets minder dan een mausergeweer, van die lange geweren. Een pistool in zijn riem en een kralenketting in zijn hand, de tesweer. En een moshaf in de capuchon van zijn djeleb. Dit is de uitrusting van Mohammed Shirif al Maar wat hij ermee bereikt heeft, is uh, uh, bijna niet rationeel uit te leggen. El Mohim. Hij verkreeg zoals jullie zien in 1912 het martelaarschap. na een heftige aanval met de Spanjaarden. Als reactie op het tekenen van dat protectoraatverdrag met de Spanjaarden. El de familie Ghattabi, zij nemen als het ware de taak over van Mohammed Amazian, dat gewapend verzet. Het is alsof het vaandel. ...van het gewapend verzet over is gegaan... ...van Mohammed Amzian op de familie van uh, Abdelkrim el Khattabi En zij richten nu, vanaf nu hun pijlen... Of, ...of beter gezegd de loop van hun geweren op de Spanjaarden. Waarom? Niet alleen plunderen die Spanjaarden... ...de rijkdommen van de Rif. En dus heb je als Rivijn alle rechten en alle reden ...om die Spanjaarden gewapend te bestrijden. Niet alleen dat deden ze... Maar zij destabiliseerden de hele RIF met hun aanwezigheid. Wat deden ze? Ze pasten bijvoorbeeld de verdeel- en heersstrategie toe, doordat ze bepaalde uh, stammen, stamhoofden omkochten, die ze dan weer opzetten tegen andere stammen. En zo zorgden zij voor een permanente uh, yani, situatie van onderlinge strijd. En dat is natuurlijk niet uh, die verdeeldheid, daar heb je niks aan op het moment dat jij wil gaan strijden. Dus dit is wat ze deden. Uh, ze gedroegen zich barbaars tegenover de lokale bevolking. Bijvoorbeeld olijfbomen die er jaren over hadden gedaan om te groeien. Werden er zonder pardon uitgerukt. Om waarvoor? Om als brandhout te dienen voor de Spaanse soldaat. Huizen van de lokale bevolking werden geconfiskeerd. Waarom? Om Spaanse officieren in onder te brengen. Dus de manier waarop die Spaanse bezetting vorm kreeg was een hele uh, ruwe en harde en barbaarse manier. En, daar heb ik hij begint dus aan de organisatie van dat verzet. En samen met zijn zoon uit de Krim Junior trekken zij rond langs de stammen om steun te werven voor hun naderende campagne. Want dat is wat er aan gaat komen. En voor deze dag dus heeft de Krim uh, Senior zijn zoon voorbereid. En dit is een, een les aan de vaders. Dit is een les aan degenen met kinderen. Dat zij misschien dingen die zij zelf niet hebben kunnen doen. Omdat ze te laat hebben ingezien of wat dan ook doorgeven aan de volgende generatie. En dit is precies wat Abdelkrim senior heeft gedaan. Hij wist dat er een dag zou komen waarop de zwaarden uit hun scheden gehaald zouden moeten worden. En die dag was nu aangebroken. Taïb, hoe is de situatie nu daar in de Rift? Die Spanjaarden hebben zich inmiddels uit Melilla gewaagd. Dus Melilla is hun thuisbasis, daar zitten ze al 400-500 jaar. En nu komen ze uit Melilla. Nu komen ze uit Melilla en ze beginnen het land te bezetten, mijnen te ontgingen en dergelijke. En aan het hoofd van het Spaanse leger, wat daar in de RIF gestationeerd is, staat een man genaamd Sylvester. We kennen hem allemaal uit de roemrijke gedichten van de Bergbes. Sylvester, hij is het type arrogante, hoogmoedig. Ik bedoel kijken naar zijn gezicht, dat zegt genoeg. Uh, oorlogsveteraan. Dus niet zomaar iemand, maar iemand met ervaring. Hij heeft in Cuba gezeten, uh, ook gevochten tegen antikoloniale strijders en dergelijke. En hij kijkt neer op de Rivijnen. Hij beschouwt ze als een stil, barbaren zonder beschaving en dergelijke. En met zijn wapentuig en met die koloniale trots marcheert hij daar in de rif en richtte zij verwoestingen aan onder de lokale bevolking en dergelijke. En zij waren, die Spanjaarden hadden, hadden meer redenen om de rif te bezetten. Zij hadden niet alleen. Vanuit economisch oogpunt, het ontgingen van die mijnen en dergelijke. Het was ook een prestigeproject voor hun. Waarom? Want zij waren, ze hadden gebieden verloren. In, 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 in de Filipijnen, in uh, uh, Latijns-Amerika. Dus om nog mee te kunnen doen als koloniale macht, om nog serieus genomen te worden als koloniale macht, moest je in ieder geval ge gebied bezitten. En dat is een van de redenen waarom ze zo hardnekkig bezig waren met die RIF. Dus. Hij Hij stuurt hem een brief. Wie? Sylvester. En hij waarschuwt hem om niet de rivier, de Wad Amkharan, over te steken. Wad Amkharan is een rivier tussen Nador en Hussein. En hij mondt uit tussen deze twee steden in de Middellandse Zee. Hij zegt tegen hem: steek hem niet over, want dat beschouwen wij als een oorlogsverklaring. Tai, Sylvester krijgt deze brief. Hij verscheurt deze brief. En hij lacht de boodschapper uit die hem komt brengen. En hij doet dus eigenlijk met de brief wat Kissera heeft gedaan met de brief van de professor Lassel. Verscheuren en denken van uh, wie ben jij om mij bevelen op te leggen. En subhanallah, Allah heeft gedaan met Sylvester wat hij met Kissera heeft gedaan. Namelijk zijn leiderschap verscheurd. En in 1920, een jaar nadat Ardekrim Senior uh, de qaraq van El-Jihad heeft genomen. Want hoewel hij maar heel kort geleefd heeft, althans. In die opstand, in die strijd. Hij heeft de intentie genomen. Qarar al-Jihad is al genomen. Dus als hij daarna nog 30 jaar geleefd zou hebben, was hij 30 jaar bezig geweest met uh, uh, yani strijd voeren. En daarom is Qarar al-Jihad belangrijker dan al-Jihad zelf. Waarom? Kijk naar de Sahaba toen zij naar Tabuk gingen. Zij gingen en het was Sa'at al-Usra. Een, een, een moeilijke slag. Maar ze hebben niet gevochten tegen de Romein. Maar zij worden geprezen door Allah en zij worden beloond en de hele surah en de Koran spreekt over hen. Waarom? Zij hebben de beslissing genomen om te gaan. Dat zij niet konden vechten omdat de Romeinen te bang waren om te komen opdagen, daar konden zij niks aan doen. En Mohim, een jaar later, komt hij op dubieuze wijze om in uh, Tefexith, Fasith. Waarschijnlijk vergiftigd door een Spaanse collaborateur onder de Erifiërs. Want ja, die waren er ook. Laten we vandaag wel even uh, uh, duidelijk zijn met betrekking tot deze zaken. Die waren er ook. Mensen die hun eigen broeders verkochten voor een aantal luttele peseta's. En uh, een van de zaken die het project vanuit Abed Krim, of je het nou hebt over de strijd of het politieke project, hebben vertraagd. hebben uh, uh, misschien op den duur zelfs doen mislukken. Kan zijn dat. Dit eraan heeft bijgedragen. Mensen die. Ja, uh, uh, met de vijand. Col col collaboreren. Collaborateurs, dat is makkelijker woord. Tij, na de dood van Senior. wijst de Eetwijer-stam. unaniem Junior aan. als leider van het verzet. En als leider van de eetwijer sowieso. Dus de, de, de toen 37-jarige. Aap de Krim. hij is nu de leider van dat verzet. in de rif van. De eetwaaier zelf, dus eigenlijk de belangrijkste stam als het gaat om oppositie tegen de bezetting. En hij is nog maar 37, om een nabij, 37 jaar op dit punt. En hij komt al direct voor drie hele belangrijke en moeilijke taken te staan: taken <tie> uh, waarvan iedereen die de RIF kent, zou zeggen dat deze taken onmogelijk te realiseren zijn. Namelijk. Wegwerken van interne conflicten. We hebben er nog steeds problemen mee in onze moskee. Dus moet je je voorstellen wat Abu Kirim 100 jaar geleden heeft meegemaakt. in de RIF, waarin die uh, stammen, zeg maar, loyaliteiten veel sterker waren dan vandaag. Het wegwerken van interne conflicten tussen de stammen. Je kan geen koloniale mogendheid gaan bestrijden. als je verdeeld bent. Dus de lo het logische gevolg is dat je eenheid moet gaan creëren. En de RIF is een tribale samenleving. Een tribale samenleving waarin heel veel stammen. Permanent met elkaar verwikkeld zijn in de strijd. Er wordt geleefd volgens de wet van de vendetta. Wat is de vendetta? De, de, de familie van de overledene neemt wraak op de moordenaar. En dat gaat zo door, tot misschien ja, in de lengte vandaag. En dat is een, een wet die op dat moment geldt, er bestaan al eeuwenlang die regels. Uh, nou, ja, zie dat maar eens weg te werken in een paar maanden. De Spanjaarden bonken aan de deuren. Jij zit met die, met die wetten en met die uh, gebruiken. Uh, en je zit met een onderwijsniveau wat niet al heel uh, vooruitstrevend is. Dus je hebt te maken met uh, vrij moeilijke mensen op, op bepaalde gebieden. Zie dat maar eens weg te werken. En dan kan het zijn dat een stam op dat moment toevallig geen wraakactie heeft lopen. Maar zie maar de stammen te overtuigen die op dat moment een wraakactie hebben lopen. Die zouden zeggen, ja, maar ik ga eerst maar raken en dan, daarna begin ik wel met. El -muhim. het is een hele moeilijke opgave. Maar desalniettemin is hij, er in sta, eh, is hij in staat om die stammen op één lijn te krijgen. En nogmaals, ik probeer heel vaak ja, die de vergelijking te maken met de Sira. dat kan niet anders uitgelegd worden. Dan dat Allah subhanahu wa ta'ala hem daarbij heeft geholpen, zoals hij de profeet sallallahu eerder al had geholpen om. Ook een hele moeilijke alliantie te formeren tussen twee rivaliserende stammen, namelijk de Oost en de Ghazraj. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Allah is degene die eenheid heeft gebracht in hun hart. Als jij, o Mohammed, alles wat de wereld bezit, zou hebben uitgegeven om die alliantie te formeren en hun harten te verenigen. Was jou dat niet gelukt? in Allah Twee, dus het wegwerken van interne conflicten, een uitdaging. Even tegen de achtergrond: hè. 37 jaar, een jonge man nog. Uh, Spanje bonkt aan de deur en dergelijke. Vergeet die context niet. Nummer twee wat er moet gebeuren is het scheppen van een nieuwe orde, nieuwe regels. Oké, okay, die, die vendetta's worden afgeschaft. We gaan elkaar niet meer zomaar raken op straat van de, uh, uh, kapot schieten. Maar wat komt er voor in plaats? Hoe gaan we het dan in het vervolg wel regelen? Er moesten dus nieuwe sociale regels komen, wetten die de interactie tussen de stammen gingen reguleren en dergelijke. En dat is ook bijna een onmogelijke taak. Gekeken, zoals ik net al zei, naar de aard van de RIF, naar het educatieniveau in de RIF en dergelijke. Maar desalniettemin lukt het hem op veel gebieden en sticht hij een soort volksrechtbank waarin uh, 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 de verdachte een eerlijk proces krijgt en berecht wordt. En niet zomaar onderdeel kan zijn van een lukrake wraakactie op straat. Het derde punt is overgaan tot, uh, tot actie. Daar zijn we hier voor. Overgaan tot actie, tot een militair offensief. Even tussendoor. Ik weet niet, het is best wel warm hier, maar het kan aan mij liggen. Dus als jullie, uh, het is onze verwarmingsspecialist misschien, hoe was het uit? Geen aan. Nee. Ik dacht dat het aan mij lag, maar ik zie mensen knikken, dus ik ben niet enig. Overgaan tot actie nummer drie. Um, dat klinkt makkelijk, maar ik wil dat je beseft in wat voor tijd we leven op dit moment in de geschiedenis. Tot dit punt in de geschiedenis is oorlog voeren iets dat plaatsvindt tussen twee conventionele legers. Dat is hoe oorlog gevoerd wordt op dit moment in de geschiedenis. Of je had een sterk leger en modern wapentuig en je voerde oorlog, of je had dat niet en je werd bezet. Er, was niets, er bestond niet zoiets als een bezet volk. wat oorlog ging voeren. of in opstand kwam. Tegen, tegen, tegen hun bezetters. Landen die geen middelen hebben. werden onder de voet gelopen. Uh, volkeren werden tegen hun wil in onderdrukt. door landen als Frankrijk, Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en dergelijke. En geen van die volkeren is in staat. om adequaat. te reageren. op de bezetting. Abdelkrim el-Khattabi. rahimahullah ta'ala. en zijn bij elkaar gesprokkelde uh, legertje van een paar honderd man. Want daar begon het in eerste instantie mee. Ik weet dat er aantallen zijn die zijn leger tot een x-aantal duizend. En moeim, daar komen we straks over te spreken. Maar in eerste instantie, toen Qarar al-Jihad werd genomen, ging het maar om een aantal honderd man. Met zijn paar honderd man, die alleen een geweer in de armen dragen. Zij gaan voor het eerst in de geschiedenis van het kolonialisme laten zien... Dat het mogelijk is om überhaupt te strijden tegen een kolonisator en om die kolonisator ook nog eens een gigantische nederlaag toe te dienen. Voor heel veel volkeren in de wereld zijn deze mannen in de rif eh, met hun geletjes en hun tulbanden. Zij zijn het voorbeeld geweest en zij zijn het de aanleiding geweest om de wapens op te pakken tegen hun bezetters. En ook, subhanallah, deze derde taak. Is door Abdelkirim voortreffelijk volbracht. Op 20 september 1920 in Imzoren. Imzuan. Ik zie hier heel veel mensen uit Imzoren vandaag. In dat dorpje, daar even buiten Hussein, daar verzamelden 38 vooraanstaande lieden zich. En met de hand op de Koran, legden zij de volgende eed af. Kijk even mee en, en denk even mee. Zij legden de volgende eed af: Tot de dood zullen wij het geloof en de natie en de waardigheid verdedigen. Wij zullen niet aanzetten tot onderlinge haat, we gaan niet meer graven om oude rivaliteiten naar boven te halen en dergelijke. En het allerbelangrijkste element, de ultieme verklaring voor de irrationele overwinningen van Abdelkrim el Jatabi, derde punt in de eet was: wij zullen de Sharia op alle gebieden uitvoeren. En ik heb lang gewacht in deze lezing met het benoemen van het islamitisch karakter van zowel de strijd als het politieke project van Abdelkrim Kim Jatabi. Um, maar ik doe het nu toch. De strijd van Krim was zonder twijfel, althans voor mij bestaat die twijfel niet. Het was een jihad voor Sabililah. Het was een jihad. En strijders werden namelijk geworven om deel te nemen aan het jihad. Ze werden gemotiveerd met shahada en het binnentreden van het paradijs. Vrouwen zongen gedichtjes om mannen te motiveren. En in die gedichtjes werd het martelaarschap geprezen, werd, werden ze aangespoord om te strijden. En werd dus uh, daarin het paradijs beloofd. En dat gold ook voor het politieke project vanuit de krim waar we dadelijk over zullen komen te spreken: de Rif-Republiek. De Rif-Republiek was een staat gebaseerd op de islamitische wetgeving. Zelfs de koufar waarschuwde hiervoor. Zelfs de koufar. Generaal uh, Liotti, die de de facto leider werd van Marokko na dat protectoraatverdrag in 1912. Ik uh, herinner me overigens dat ik daar niks over gezegd heb, maar het stond volgens mij op de slide. 1912 werd Marokko eigenlijk, verloren ze de rest van hun soevereiniteit als ze die al hadden. En werd Frankrijk de facto leider eigenlijk van dat binnenland. Generaal die daar uh, de lakens uit ging delen was uh, Liotti. Hij verklaarde aan zijn meerdere, hij zegt toestaan. Dat Krim overwint, betekent het ontstaan van een nieuw islamitisch rijk langs de Middellandse Zee. En, luister goed, opnieuw de opening van Europa. Dus het is alsof hij in zijn noodkreet wil zeggen, Weet u jullie nog, oh Europa, toen de moslims uit dit gebied de oversteek maakten van de straat van Gibraltar en Spanje veroverden? En de islam vestigde en een doorn in het oog waren voor de rest van de Europeanen. Weet jullie nog? Dat is eigenlijk wat hij hier wil zeggen. Dus dat islamitische karakter van het bewind van Krim, was zelfs bij de koufar heel erg duidelijk. En diezelfde Liot. hij zegt in een andere verklaring. hij zegt. deze islamitische opstand. Is een bedreiging voor alle koloniën in, uh, uh, in moslimlanden. Frankrijk is een grote kolonische macht, heeft uh, ja, die, uh, andere landen bezet en dergelijke. Hij zegt: Haïp de Krim is een held voor de moslims. En zij, de moslims in andere delen van de wereld, kijken met belang naar deze opstand. Dus met andere woorden, deze Haïp de gaat iets teweeg brengen. Niet hier in Marokko alleen, maar over de hele breedte van de moslimwereld. Kijk, Haïp de Krim was een centrale figuur. En dat is iets. Wat mij eigenlijk verbaasde, ik ken deze naam al sinds ik een kind ben, maar ik wist nooit dat hij een centrale figuur was. Ik bedoel, als je hem zo aankijkt in zijn Jalabah en met die tulband, dan denk je ja, hij of uh, Shahid Mohand of wie dan ook die ik nu tegen. Geen verschil. Maar Abdelkrim Ghatabah is een centrale figuur in de wereldpolitiek. En we gaan straks een aantal zaken noemen waaruit dat blijkt. El Mohim. Uh, een van de grootste ontdekkingen die ik in ieder geval bij het onderzoeken van, van deze zaken heb gedaan en die het gewicht, zijn gewicht in de weegschap van de islam bewijst, is het volgende. Het feit dat hij op een conferentie in Cairo in 1925 die gehouden werd om de val van de gileffe te bespreken, de val van de gileffe... Vond plaats in 1924. Er waren een aantal moslims, geleerden en dergelijke. die leren hadden voor islam. Zij dachten: hoe kunnen wij na zo'n lange tijd zonder Ghilef blijven? Ze hebben een conferentie georganiseerd in Cairo in 1925. om deze cruciale agendapunt te bespreken. En wat hebben ze daar besproken? Namelijk dat al-Karim el-Khattabi. Al de geschikte nieuwe opvolger zou kunnen zijn van de Ghilef. Dus dat geeft je aan welke waarde Abdelkir al-Khattabi had bij andere moslims. In Egypte, in Syrië en degelijk. Die zagen hem in die tijd al als een mogelijke opvolger van de, van de gileven. Dus dat bewijst ons dus wat zijn gewicht was in uh, de islam. En hij is ook uitgenodigd naar die conferentie, maar 1925 natuurlijk. Hij bevond zich in, in, in het heetst van de strijd. Nou. Als je met een vergrootglas gaat zoeken naar on-islamitische elementen euh, euh, in zijn bewind, in zijn beleid en dergelijke, ga je ze ongetwijfeld vinden. Maar de, 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 euh, de, 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 de stelling is: in essentie was het project van Krim, een islamitische project van een faqih die verstand had van sharia. En dat zie je ook terug in de correspondenties die hij heeft met zijn mannen. Eh, in een van de rapporten. Die hij schrijft, waarin hij militaire instructies geeft. Dus instructies over hoe val je een uh, compound aan? Hoe graaf je een loopgraaf? Hoe bereid je een beleg voor? Militaire instructies. In datzelfde document spreekt hij vervolgens over Wa alaikum En zorg ervoor het gebed. En niet alleen bidden, wanneer je tijd hebt, nee, standvastig zijn op dat gebed. Dus dat geeft je aan wat het islamitische karakter is van zijn uh, um, uh, yani, uh, project. En waarom benadruk ik dit? Omdat uh, ja, Abkim Ghtabi enigszins ook gekaapt wordt door verschillende partijen. De Marxisten kapen hem, en zeggen, ja, zijn opstand was een soort marxistische opstand tegen het uh, pro pro proletariat en dergelijke of van het proletariat tegen. Marxisten kapen hem. Uh, en zeggen, nationalisten kapen hem en kenmerken hem als een. Ja, uh, iemand die op, op, op basis van, van, van uh, etniciteit zeg maar, handelde. En dat dat zeg maar, het streven uit het, stref vanuit het kind was. Dus ik wil het islamitische gedachtegoed. en karakter van zijn beleid benadrukken. om daar tegenwicht tegen te bieden. Ja. En uh, ik zie mensen lachen achterin. Toye, ja. <laughs> uh, daar in Imzorn. Uh, werd het fundament gelegd voor het verzet. De eerste stammen die zich aansloten waren de Etwairik, Temsemen, Benituzin, Benisid. En ondertussen was de arrogante Sylvester doorgestoten tot de Werdamkran, de rivier die hij eigenlijk niet mocht oversteken, anders ja, zou er oorlog gaan plaatsvinden. Hij heeft het gedaan en hij neemt uh, uh, een heuvel in genaamd Dharobaran. Een Dharobaran is een uh, strategische heuvel, hij neemt hem in. Hij stelt daar een militaire post op. Dan heeft hij ook goed uitkijken op, op de omgeving en dergelijke. En hij uh, 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 beloofde de, de koning van Spanje, Alfonso XIII, dat deze operatie uh, binnen enkele dagen zou uh, 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 eindigen. Dat Zootje ongeregeld zou binnen uh, enkele dagen zeg maar, opgeruimd zijn. En zegt hij: Morgen drink ik thee in het huis vanuit de Krim getapt. Hey, gaan zien of die. Uh... Wens is uitgekomen. Zoals heel veel veldslagen van de moslims. <coughs> begon de campagne van Abdelkarim. Uh, 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 in de Ramadan. 26 Ramadan, 1393 van de Hijra. overeenkomend met 3 juni 1921. De Spanjaarden. in hun post in Bharobaran. zij voelen zich comfortabel. ze denken we zitten hier goed. we zijn goed omringd. voorraden genoeg en dergelijke. niet wetend dat de Mujahideen. onder de rifijnen een beleg en een verrassingsaanval aan het voorbereiden waren. Dus halverwege de middag, terwijl een deel van die Spanjaarden hoogstwaarschijnlijk siesta aan het houden was, een ander deel misschien aan de thee of iets sterkers zat, uh, uh, stormde de Mujahideen de, uh, de, de, de compound. Zeg maar. Alle kanten van de militaire post werden bestormd. En in hun driekwartje lebes, de petit Cots genoemd door uh, Sylvester, dat is een... Uh, iets waarmee hij die berbers zeg maar denigrerend uh, toesprak. Hij noemde ze petitkots. Kijk ze met hun uh, driekwart uh, Janice Waarschijnlijk hadden ze dat om dan makkelijk te kunnen rennen. Net zoals zo'n Pakistanetje die we vandaag dragen. En in die outfit bestormen zij de post daar in de Harobarren. En met. Hun paarden, de hoefijzers van die paarden, maken geluid. Dus waarschijnlijk heeft dat geluid tot al die mensen die siësta aan het houden waren. Werkten in één keer wakker van wat gebeurt hier. Het was een verrassingsaanval, Een van de guerilla technieken vanuit de Kim de die later ook over is genomen door andere verrassingselementen. El moeheim, uh, 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 ze konden ook zo mooi op hun paarden staan zoals je daar in dat, uh, 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 op die foto ziet. Zodat ze trefzekere schoten zouden lossen. En het is zo dat deze Mujahideen, deze backbags, deze rifijnen, altijd met één kogel minimaal één Spanjaard lam legt. Ja, nee, dat wil ik zeggen, naar Jehennam stuur. <laughs> en het is, ik, ik hoorde een overlevende van uh, de slag van Anoua op een uh, 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 documentaire in Al Jazeera zeggen: dat als je tien uh, uh, kogels had, dan doodde je tien uh, Spanjaarden. Geen twijfel over mogen. Als je twintig kogels had, waar had je twintig slachtoffers gemaakt? En mijn vader vertelde mij ook dat de regel was onder die Mujahideen... dat als je een kogel miste, of als je een kogel had afgeschoten en je had geen Spanjaard gedood, moest je hem betalen. Dus ja, en rivijnen, dan weet je het, dan, uh, dan ga je echt goed mik. El Mohim. de aanval op de Harobaran die eindigde daarvoor de tent van, van, van de kapitein en uit krim, zoals bepaalde boeken hebben overgeleverd, hij greep die Spaanse vlag en hij gaf hem mee. En hij zei, ga en breng hem naar Sylvester. En zeg maar tegen hem dat hij hoort aan de andere kant van de Middellandse Zee. Wat kom je hier doen? Met je vlag ophangen boven. Neem je vlag en ga aan de andere kant van de Middellandse Zee. En daarin, aan is uh, uh, geschiedenis geschreven en het is eeuwig gegrift in de, 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 de herinneringen van de berbers. Iedereen weet het, er zijn liedjes over gemaakt, uh, gedichten over gecomponeerd en dergelijke. Wat ik trouwens ook ontdekt heb is dat er een Diwan bestaat, diwan e rifiat Dus er zijn, al die gedichten zijn gebundeld in een, uh, in een, uh, in een, uh, in een bundel. Gaan we eens aan Naar op zoek. Ik wilde hier vandaag eigenlijk iemand hebben die bepaalde gedichten kon voordragen... Helaas is ons dat niet gelukt om dat te regelen, want er zitten hele prachtige mooie gedichten tussen. En Mohim. Spanje is natuurlijk geen land dat zich laat verslaan na een uh, 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 ja, niet, uh, 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 tegenslag. Dus inmiddels was er een, uh, een, een Spaans leger uh, aangekomen in, uh, in Melilla. 25.000 Spaanse soldaten met hun moderne wapentuigen, kanonnen, geweren, tanks, voorraden en dergelijke. Zij begeven zich richting een militaire post die ze daar hadden opgezet in Enouai. En Abde Kim begint hier met de demonstratie van zijn guerilla techniek. Hier in de omgeving van NOL ontstaat de hoop voor onderdrukte volkeren in de wereld. Kun je je voorstellen, als je er nu langsrijdt, er staat een heel klein uh, gedenkenisje, dingetje, wat, wat nooit bijgehouden wordt, nooit schoongemaakt wordt. En dat is het. Dat is NOL. Terwijl hier de hoop voor andere volkeren in de wereld is ontstaan, dan zouden we toch meer belang aan moeten hechten. heb ik in. Zo is het en uh, niet anders helaas. El Mohim, uh, hier ik dus laten zien dat je met simpele wapens, simpele uh, arsenaal uh, 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 en weinig mankracht ook nog een machtig conventioneel leger kon verslaan. Wat doet hij? Wat doet Abdelkin? Waar bestaat die guerillatechniek uit in eerste instantie? Hij zorgt ervoor dat de Spanjaarden worden afgesneden van hun voorraden. Ze zeggen wel eens wie niet sterk is moet slim zijn. Hij was sterk, maar was nog slimmer. Wat doet hij? Elke keer als zo'n Spaans konvooi uit hun compound komt om, voor, om te gaan uh, bevoorraden, dan werden ze opgewacht door de rivijnen en werden ze in de pan gehaakt. En op een gegeven moment zaten de, de, de Spaanse soldaten opgesloten in hun uh, bevoorradingskamp. In Irorib, uh, uh, als ik het goed uitspreek. De brandende zon aan de schone hemel, dat was de grootste vijand. Hartje zomer, geen voorraden, geen water. En water is nodig onder deze temperaturen. Dus de soldaten daar sterven van de dorst. En ze zijn zelfs genoodzaakt om hun eigen urine te drinken. En ze mixten het met suiker, want dan hoefden ze die bittere smaak niet te proeven. De akelige valm van lijken, die daar al dagenlang aan die brandende zon zijn blootgesteld. zorgt voor een angstaanjagende sfeer in, die, uh, in dat kamp. En de Rivijnen daarentegen, hun moraal is hoog. Zij wachten op het straks zijn van hun leider, zodat zij een aanval kunnen inzetten. En wanneer die Spanjaarden dan vervolgens volledig gedemoraliseerd zijn en uitgeput, valt Abu aan. En de trefzekere schoten van deze rifijnen jagen elke Spaanse soldaat één kogel in zijn lijf. En de militaire post in Irriben valt en dat nieuws komt als een mokerslag binnen in het hoofdkwartier van Sylvester. Die natuurlijk zijn carrière in duigen ziet vallen. Want het gaat hier om een grote generaal met, die zijn sporen heeft verdiend en dergelijke. En nu wordt hij ingemaakt door een aantal honderd Berbers met een, uh, uh, een geweer om hun nek. Dus hij ziet zijn carrière in duigen vallen. En hij beseft dat dat glaasje thee in het huis van Abdelkirim er niet gaat komen. En samen met zijn collega's, uh, uh, brigadiers-generaal Navarro en kolonel Morales. Beraden zij zich over de vervolgstappen? Wat gaan we doen? Oké, okay, dit is de situatie. We zijn twee keer verslagen. Ero Eroribben. Wat gaan we doen? Wat is onze reactie? Er zat niks anders op. De situatie waarin zij zaten. Er zat niks anders op dan een algehele terugtrekking. Uit NOL. uit dat hele kamp. Een algehele terugtrekking. Zij wisten natuurlijk dat dat niet zonder risico's zou zijn. El Mohim, hey het, waar ga je heen? Je kan wel besluiten achter de tekentafel. We gaan terugtrekken, maar waar ga je heen? De hele. Omgeving is omsingeld door die dappere mujahideen die met elke kogel die ze afschieten, zoals ik net al zei, minimaal één Spanjaard naar Jahannam gaan sturen. En als het even mee zit misschien twee, als je echt goed kan mikken. Dus de Spaanse aftocht ontaart in een complete chaos. Dat conventionele leger van Sylvester verandert in een zootje, uh, 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 wat noem ik het, vluchtende konijnen. Met de Berbers als uh, ja, die jagers achter zich. En het slagveld veranderde in een jachtpartij. Dat is hoe we het genoemd hebben. Een jachtpartij op de Spaanse soldaat Berbische boeren sloten zich uiteindelijk aan met hun sikkels. Die hadden nog een appeltje te schillen met die Spanjaarden. Die zijn onrecht aangedaan. Spanjaarden in hun tocht vanuit Melilla richting Anuel hebben schade aangericht. Hebben mensen dingen aangedaan. Dus die mensen komen uh, wraak nemen op hen. En Sylvester zelf kan dit schouwspel niet zien. Kan het niet Aanzien. Dus hij zoekt een plekje op en jaagt zichzelf een, een kogel door het hoofd. Althans, dat is een van de verhalen die over hem gezegd wordt. Het kan ook zijn dat een trotse Rifijn hem naar het Hinamas heeft geschoten. Maar hoe dan ook, hier eindigt zijn uh, 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 avontuur in Enwe. En op die bewuste 21 juli <tacht> 1921, in Enwe, werd geschiedenis geschreven door een handje voor Rifijnen. Cijfers lopen uit een van de 600 tot De 3000. Moeilijk altijd vast te leggen wat de exacte cijfers zijn. Maar wat sowieso een feit is, zelfs als we uitgaan van 3000, wat sowieso een feit is, is dat ze ver, ver en ver in de minderheid waren. En dat ze maar bewapend waren met geweren en sikkels tegenover een troepenmacht van 25.000 Spaanse beroepsmilitairen. Laten we dat uh, adjectief er wel even bij voegen. En van die 25.000. En nu ga je zien wat de trefzekerheid is van de schoten van de rifijnen. Van die 25.000 zijn er in de slag van Anwar 20.000 omgekomen. Dat is nog conservatief uitgedrukt, want er zijn ook cijfers die spreken over 24.000. Waaronder wie? Generaal Silvestre. 1100 gevangenen genomen, waaronder generaal Navarro. En de totale schade was één generaal, zes kolonels, acht sergeants, 175 officieren. En 20.000 soldaten. Prachtig resultaat. De oorlogsbuit van NOL was onwaarschijnlijk groot: 19.504 geweren, 105 kanonnen, 129 tanks, enorme voorraad granaten, meer dan 10 miljoen geweerpatronen, auto's vrachtwagens, een veldhospitaal, transport- en opslagmaterieel... en een telefonisch netwerk en een onvoorstelbaar grote hoeveelheid levensmiddelen en kleding. Met andere woorden, de Krimelige Khattabi had in één slag de complete voorraad buitgemaakt... waarmee hij de komende vijf jaar die de oorlog zou duren zijn mannen zou kunnen bevoorraden. En daarom, toen hij jaren later in Egypte... Een plan opstelde over de bevrijding van Noord-Afrika, niet alleen van Marokko, maar van Noord-Afrika in het algemeen, werd hij gevraagd door een journalist: maar hoe ga je aan wapens komen? Hij zei: wapens liggen bij de vijand. Het enige wat je hoeft te doen, is ze te pakken. <laughs> en wel, beste broeders, is een, een slag van historisch kaliber. En wel, en ik zeg dit niet met emotie of in een staat van euforie of wat dan ook, en wel is een slag. Die gemakkelijk past in het rijtje van de Zallaqa en Ein Jalut. Wau, Ani zoals ze in het Arabisch zeggen. De Zallaqa heeft ervoor gezorgd dat de moslims in Endelis nog 400 jaar konden voortbestaan. Aind Jalut heeft de opmars van de Tataren tegengehouden en de vernietiging van de moslimwereld in zijn algemeenheid. Enwel, wat heeft Enwel gedaan? De resultaten van Enwel waren overweldigend. Enwel krijgt internationale aandacht. Abdelkrim al Khattabi is in één klap een bekendheid. En hij is de eerste Marokkaan die verschijnt op de cover van de Times. En in alle uithoeken van de wereld gonst na en wel de naam van Abdelkrim. En zijn Rivijnse soldaten. Waarom? Omdat voor het eerst in de geschiedenis van het kolonialisme werd een koloniaal leger verslagen door de inheemse bevolking. En dat is een keerpunt in de geschiedenis van het kolonialisme en hoe, niet zomaar, maar verpletterend, verpletterend 20.000 uh, uh, doden. En Abdelkrim el Khattabi gaf de bezette volkeren hoop. Hij gaf vrijheidsstrijders het voorbeeld van hoe ze hun strijd moesten vormgeven. Na NOL, Na NOL stonden de volkeren op in de wereld om het op te nemen tegen hun koloniale <coughs> bezetters. En de grote militaire leiders in de wereld werden op dit gebied leerlingen... Vanuit de Krim al bijvoorbeeld Ho Chi Minh van Vietnam, die in zijn onafhankelijkheidsoorlog tegen de Franse Unie de tactieken vanuit de Krim heeft toegepast. Uh, Mao Zedong in China, die kreeg op een gegeven moment een delegatie Palestijnen op bezoek. Die wilden bij hem leren hoe jij uh, moet strijden tegen een grootmachtig conventioneel leger, zodat ze dat zouden kunnen toepassen in Filistien. Hij zei tegen hem: Je komt naar mij en jullie hebben uit de Krim. Waarom ben je helemaal naar mij toegekomen? Zoek in jullie eigen archief, zoek in jullie eigen uh, 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 geschiedenis, zoek in jullie eigen documenten en jullie zullen treffen degene van wie ik heb geleerd. En natuurlijk Chikiwara en Omar el-Muhtar en dergelijke. En hoewel, beste broeders en zusters, heeft de koers van de geschiedenis veranderd. En de koloniale machten zijn bang, het zweet druppelt langs hun voorhoofd. Het, uh, 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 ja, wat gaat er nu gebeuren? Nu zijn er volkeren die de bezetting niet meer zomaar accepteren. Ze komen in opstand en ze kunnen het ook nog. Dus het zweet druppelt letterlijk langs hun hoofden. Het heeft Spanje ook veranderd, helemaal. Uh, de regering is gevallen en uiteindelijk leidde dat tot een dictatuur... waar uiteindelijk Franco de dictator van werd en dergelijke. En dat allemaal door die ho paar honderd, wat zal het zijn? Duizend, vijftienhonderd, tweeduizend, wie kan het zeggen? Ticots, zoals Sylvester hen noemde. Voor de rif betekende NOL overigens ook nog wapens voor iedereen. Jullie hebben net gehoord wat de cijfers zijn van de ranime van de oorlogsbuit. En nog belangrijker, het moraal gaat omhoog in de Rif En de kabail sluiten zich na NOL massaal aan bij Krim. Dus ook zijn leger in aantallen werd zijn leger ook uh, sterk. <coughs> Dit is uh, mijn opa. <laughs> ik heb er net gezegd dat er een persoonlijk tintje aan zit. Uh, mijn opa die uh, heeft ook de slag van Anwar meegemaakt. En ik denk dat hier mensen zitten vandaag van wiens opa of overgroot opa deze slag ook heeft meegemaakt. En mijn opa was een de mia is kan. Hij had zijn leger opge opgedeeld in kleine bataljonnetjes. Een ghaïdin gemzin, een mia. Allahu alam. Ja, niet exacte structuur, maar dit weet ik uit, 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 uit geschiedenisverhalen in mijn familie. Een Mia. Dus dan ben je baas over een bataljon van honderd man. En hij was overigens ook een rechter. Want Abde Kim Getabi stelde ook rechters aan in de verschillende dorpen. Om orde en, en degelijkheid te handhaven. En hij heeft dus deelgenomen aan NOL en heeft daar een Spanjaard buiten gemaakt. Meneer genomen naar huis. Heeft negen maanden voor hem gewerkt op het veld. Moest ploegen. Moest uh, alle boze uh, taken moest uitvoeren, maar is wel heel goed behandeld. Is wel heel goed behandeld. Want dat is ook een zaak van de rifijnen Die behandelden hun. Uh, uh, er wordt wel eens gezegd dat Aad Kim Gatabi zijn tijd ver voor, vooruit was. Voordat er internationale conventies bestonden, van Geneve bijvoorbeeld over omgang met krijgsgevangenen en dergelijke, werden ze door de rifijnen al goed behandeld. Na negen maanden. Bracht hij hem naar Melilla en zei: Oké, okay, nu heb je je vrijheid terug. En als ik me niet vergis, heeft die Spanjaard hem ook nog een uh, vrachtwagen cadeau gedaan. Ja, klopt, ja. ja een vrachtwagen gevuld met levensmiddelen en dergelijke. Holla, Adem, waarschijnlijk vanwege de goede uh, behandeling die hij van hem heeft gekregen. En een andere anekdote die ik onlangs nog te weten ben gekomen via mijn vader. Hij zei. Uh, ik heb net verteld, er waren natuurlijk, en dat heb je in elk volk, in elke strijd, zelfs bij de professor Sallallahu je Wasallam, en dergelijke. Je had van die Rivijnen die dan samenwerkten met de Spanjaarden. En op een dag liep mijn opa daar in Tizi waar ook heel veel slagen hebben plaatsgevonden. En de Spanjaarden hadden uh, uh, genadig gegraven, loopgraven. En in een keer springt daar zo'n Rivijn uit en hij kent mijn vader, of mijn opa. Dus hij zegt tegen hem: Ja, Shaib, Simuhamdan Hey! Hij wilde hem eigenlijk naar zich toe lokken, maar zijn doel was eigenlijk om hem om te leggen door een granaat. Dus hij gooit die granaat naar hem, hij mist. En doordat er rook ontstaat, is mijn opa even niet zichtbaar. Dus hij verstopt zich in dat rook. Die uh, 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 tegenstander denkt: nou, hij is weg, dus hij komt tevoorschijn. En op dat moment verschijnt mijn opa met zijn geweer. Ja, en ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen hoe het afgelopen is. Want één <parliamentary> schot en je ligt neer. Mooie anekdote die ik ook heb meegekregen. Als je je afvraagt hoe kan het je opa zijn, terwijl hij in 1882 is geboren bijna exact 100 jaar voordat ik geboren ben hij heeft drie vrouwen gehad en zijn laatste vrouw, dat was mijn oma. En daarvan is mijn vader weer. Mijn vader is ook al tegen de 80, eind 70. Dus dat verklaart waarom er maar één generatie tussen mij en mijn opa zit. Maar ik mag me de trotse kleinzoon uh, noemen van uh, uh, Shaib uh, bin Mohammed el uh, Bush, want uh, die heeft uh, zijn sporen verdiend in de strijd tegen de Spanjaarden. Uh, mogen Allah SWT hem en de rest van de Rifijnen uh, barmhartig zijn en hen uh, accepteren in zijn genade en ons en hen verzamelen in Jannat el alamin.